Een hele goede morgen, guys. Ik ben hier met Nessim. Wij gaan richting Amsterdam. Ik vertel jullie zo hoe en wat. Hoeveelste dag Ramadan is dit? 5 of zo? Dit is vandaag 18. 5. 5, wauw. Nou, guys, we zitten dus in de auto onderweg naar Amsterdam. Nessim is eigenlijk officieel morgen jarig. Yes. Maar wij gaan het vandaag samen vieren. Want hij wil heel graag morgen iftar doen met zijn vrienden voor zijn verjaardag. En ik dacht, ja, waarom niet? Doen we het lekker vandaag met z'n tweetjes. We hebben toch niet zoveel te doen. Het is een zondag. We gaan nu naar Amsterdam, want ik heb een kleine verrassing voor jou daar. Want je had laatst tegen mij gezegd dat je iets wil sparen. Oh, yes. En ja, dus dat gaan we doen. Iets wil sparen. Ja, weet je het al nu als ik zeg? Je wou iets sparen. En ik dacht, ik help je erbij. Er wordt niks in mijn gedachten op inzetten. En weet je het nog steeds? Het is eigenlijk heel simpel. Wat wil jij laatst sparen, zei je tegen mij? Ik wil het allemaal, zei je. Heel simpel. Oh, schoenen. Ja! Gaan schoenen halen. Jezus, je wilt toch een Jezus sparen? Waar gaan we naartoe dan nu? We gaan naar Amsterdam. Gaan we naar Sneaker Legends? Ja. Oh, wat leuk! Ik heb dat weer. Weet je wat het is? Ik had eigenlijk al eentje voor jou gekozen. Echt? Ja. Maar je hebt nu al eentje gekozen voor mij. Nee, maar dat is het punt. Ik had eentje gekozen, maar ik dacht, stel je voor, je hebt een andere liever. Ja. Ik zeg, laat maar. Ik kom gewoon met hem ernaartoe en hij mag gewoon eentje kiezen van mij. Dat vind ik heel lief. Want ja, waarom zou ik voor jou kiezen? Free birthday bitch. Oh, Jezus. Heftige lip. Dus we zijn bij Sneakers Legend en kijk één keer hoe lieve, schattige schoenen ze hebben voor kindjes. En, heb je leuke schoenen? Ja, de best. Ik heb echt heel mooie zomerschoenen gescoord. Ik ga je zo even laten zien. Het is zo'n lekker weer. Echt niet normaal. Dat is heerlijk weer. I love it. Ik heb ook echt een heel fijne pakje aan van de Zara. Zo'n blauwe, zo'n jogger setje. En hij is echt comfortabel. Guys, we zijn thuis. We hebben eigenlijk... Woe! Wat ik wil vertellen is dat we eigenlijk dus 4 paar schoenen hebben besteld. Maar alleen deze op voorraad was. Voor Nessim gelukkig, dit is voor zijn verjaardag. En ik vind dit oprecht de beste zomerschoen ever gewoon. Kijk hoe mooi. Dit kan je echt zo perfect combineren met al je zomerkleren. Hi guys, een paar uur later. Ik heb sushi besteld voor Nessim. Hij is nu naar de Albertijn. En die ga ik even verstoppen. En jullie zien straks waarom. Hallo, dankjewel. Wacht guys, ik ga jullie heel snel even uitleggen. Ik ga jullie heel snel uitleggen wat we gaan doen. Ik heb sushi daar verstopt. Wat we gaan doen is dus we gaan naar het nieuwe huis zo. En had gisteren over van zullen we daar gewoon een keer gaan eten in zo'n leeg huis. Gewoon voor de eerste keer daar wat afhalen en daar eten. Voor iftar. Toen dacht ik, ja, leuk idee voor vandaag. Dus ik dacht, ik bestel gewoon lekker sushi. Die ga ik daar neerleggen. Ik heb in mijn tas heb ik zo'n picknickkleedje. Ik heb bloemetjes. Ik heb kaarsen. Ik heb een taart ook met kaarsen. Ik heb van die champagne glazen waar ik dus cola in ga doen. Gewoon helemaal leuk. Gewoon daar lekker gaan zitten. Voor de eerste keer dus sushi dan gaan eten samen. Plus, ik heb jullie nog niet verteld, maar een paar dagen geleden is eigenlijk zo'n grote cadeau binnengekomen. En dat was dus een PlayStation 5. En die mocht hij van mij echt niet gebruiken tot zijn verjaardag, tot vandaag dus. En vandaag hebben we de schoenen voor hem gehaald, was hij ook echt heel erg blij mee. En dan vanavond even lekker samen sushi eten in ons nieuw huis. En ja, ik ben benieuwd. Gewoon lekker gezellig. Guys, Nessie mocht gebak uitkiezen. Hij heeft dus voor Limburgse fly gekozen. Zo'n mix. En... check dit dan. Hij heeft gewoon voor donuts gekozen. Ja, tompoes donuts. Hoe gek is dit? Ik ben heel benieuwd. Nessim is weer terug van de supermarkt. Maar vandaag gaan wij dus onze vaste verbreken met andere soort dadels. Namelijk verse dadels. Die zien er natuurlijk heel anders uit. Zo. En ik heb even opgezocht of dat mag. En het blijkt dus blijkbaar een heel domme vraag te zijn. Want de profeet verbrak zijn dadels met verse dadels. En niet gedroogde dadels. Daar zijn we vandaag achtergekomen. Dus ja, verse dadel is. Het is een nieuw ritueel geworden. Ja, we vinden het heerlijk. Dus, en hier zitten dus ook minder suikers in. Dus ik weet niet of jullie het weten, maar dit gedeelte in ons huis is nu helemaal leeg. Daar stond dus een koelkast. En hier in het midden hadden we een tafel en alles is verkocht. Dus we hebben echt een lege huis. En nu voelt het ook echt alsof we gaan verhuizen.
Nou, Ner, zullen we gaan dan? Ja? Ja? Waar gaan we heen dan? Ja, dat weet ik ook niet. Waar gaan we naartoe? Waar gaan we heen? Zeg je ja. Wat denk je? Ja, we moeten eten. Maar we kunnen niet uit eten gaan, dus ik neem aan dat we niet... Gaan we aan een andere huis heen? Ja. Ah, gezellig. Dat wou jij toch gisteren? Oh, heel gezellig. Ik was net aan het vertellen dat je eigenlijk al een cadeautje had gekregen hiervoor. Ja. Maar waar is die eigenlijk? Ik wou het laten zien. Ik kon niet vinden. Oh, guys, kijk, daar is die! Ja, ja, ja. Hij zit nog helemaal mooi in de doos, want ik heb hem nog eigenlijk wel bewaard voor het nieuwe huis. Ja, je gaat hem nu niet gebruiken nog, hè? Nee, vind ik zonde. Ah, veel beter. Zie maar. Hij is je nog. Er komt van alle vooral iets op ons vandaan. Wat is het, joh? Dat is onze eten. Niet kapot maken, niet kapot maken. Oh, stoffie. Nou, daar gaan we dan. Zo spannend. Wanneer je niks te doen hebt tijdens corona, ga je dit soort dingen plannen. Het voelt wel als een date. Ja. Ik heb ook echt voor alles mee, een vaas met bloemen. Jammer alleen dat we geen kaars hebben gescoord voor jouw taart. Ja, dat is wel minder. Ja. Hi guys. Nog 1 minuut. Ik vind het zo leuk.